Een tuin vol bouwornamenten achter een voormalige synagoge in Amsterdam. In dat gebouw zetelt sedert een tiental jaren het restauratieatelier Uilenburg, waar metaalbewerkers, koperslagers, steen- en beeldhouwers en andere ambachtslieden dagelijks ten behoeve van particulieren, maar vooral van de overheid, restauraties verrichten op allerlei gebieden. Ze zijn schaars geworden, de mensen die dit werk tot in details beheersen. Mede als gevolg van de moderne industriële bouwtechnieken. De meeste van de mensen die hier nu werken, hebben het ambacht hier in de praktijk geleerd. Maar om die praktijk te kunnen voortzetten, om het ambacht te kunnen blijven uitoefenen, zijn er opdrachten nodig. En die zijn afhankelijk van de wil bij de overheden om belangrijke cultuurgoederen in hun oude staat te herstellen. Waarbij natuurlijk ook geld een rol speelt. Soms, zoals bij dit houten grafmonument, moeten onderdelen geheel nieuw worden gemaakt. En dat daarvoor een gedegen vakkennis nodig is, spreekt vanzelf. Van de zijde van het restauratieatelier Uilenburg is onlangs een nota verschenen, waarin behalve voor behoud van het atelier onder meer ook gepleit wordt voor het scheppen van mogelijkheden tot scholing en opleiding van vakbekwame restaurateurs. De nota is verzonden naar met name een aantal ministeries, omdat we van mening zijn dat de Rijksoverheid een belangrijke eerste stap nu moet gaan doen om te kijken of we die hogere beroepsopleiding voor het ambacht van de grond kunnen krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken, omdat we van mening zijn dat een echte ambachtelijke opleiding tot het meesterschap vreselijk belangrijk kan zijn nationaal, mede voor de werkgelegenheid. CRM, monumentenzorg, spreekt eigenlijk al vanzelf. Dat die restauraties het hoogst mogelijke niveau moeten hebben, dat het geld zo goed mogelijk gebruikt wordt. Opdat latere generaties niet zeggen, wat hebben ze daar voor prutswerk verricht.